Ik zou vandaag graag met je willen stilstaan bij die innerlijke, kritische stem. Heel vaak als we nadenken over dat stemmetje wat zegt dat je het niet kunt, dat je niet goed genoeg bent. Misschien zelfs dat hij zegt dat je stom bent, wat niet zo is. Maar als we nadenken over dat stemmetje wat zo gemeen kan zijn, dan willen we er tegen vechten. En heel veel collega's met wie ik praat en overleg, die hebben zelf ook weerstand op die kritische stem. Het is iets wat weg moet, wat vervelend is en wat gemeen is. Ik kijk daar iets anders tegenaan en misschien jij ook. Ik wil het in ieder geval met je delen, zodat je eigen visie erover kunt vormen. Ik ben namelijk heel intensief in gesprek geweest met deze innerlijke kritische stem, omdat die bij mij extreem sterk was, extreem gemeen was. En een van de vragen die voor mij heel veel veranderde was de vraag, niet wat wil je van mij, maar wat wil je voor mij? En toen kwam voor mij echt een transformatie in dat proces en dat is het stukje dat naar voren kwam dat die innerlijke kritische stem maar één ding voor mij wil. En dat is dat ik leef en dat ik overleef. Het is het stemmetje wat mij wijst op mijn schaduwzijden die mijn aandacht nodig hebben. Op mijn eigen onzuiverheden. Het wijst mij op de dingen die ik niet goed doe tussen aanhalingstekens, zodat ik daar wat aan kan doen. Het wijst mij erop, als ik niet echt het zesje of het zeventje uit mezelf haal, ik hoef niet die 10 eruit te halen van die kritische stem, maar als ik onderpresteer, dan wijst het me erop. Het wijst mij erop, als ik niet helemaal eerlijk ben. Het wijst mij op mijn wonden. En het wijst mij precies de weg naar de plekken die mijn aandacht nodig hebben om geheeld te worden, zodat ik kan leven en kan overleven als mens zijnde. En dat creëerde een shift voor mij. En toen ik aan die innerlijke kritische stem vroeg van oké, maar waarom doe je dat op zo'n gemene manier? En niet alles wat jij zegt klopt. Je wijst me ook wel eens op dingen waar, als ik er naar kijk, het helemaal niet zo relevant van is om daar wat mee te doen. En toen kwam het antwoord vanuit die innerlijke kritische stem, dat het gevormd is, vervormd is eigenlijk, door de mensen waarmee ik in aanraking ben gekomen gedurende mijn leven. Niet alleen in mijn kindertijd. Dus het heeft heel lang open gestaan en het staat soms nog steeds open voor feedback van andere mensen. En daar past hij zijn filter op aan. Dus als ik heel veel omringd ben met mensen die vinden dat ik moet geloven en ik begin te twijfelen aan geloof, dan komt die innerlijke criticus om de hoek kijken en zegt, ja, maar je mag niet twijfelen aan het geloof, want dan ben je slecht. Dus nog steeds met het idee dat het iets goeds voor mij doet om mij te helpen overleven en te blijven leven in mijn omgeving waar ik op dit moment ben. Maar doet dat ook als ik uit die omgeving ga en nieuwe vrienden krijg, een nieuwe omgeving krijg waarin geloof helemaal niet meer relevant is. Dan houdt het nog steeds vast aan wat het uit mijn oude omgeving heeft geleerd. En voor mij maakte het een enorm groot verschil toen ik met die stem in gesprek ging. Toen ik vroeg, oké, je zegt nu dat ik niet mag twijfelen aan geloof. Waarom niet? En niet waarom niet in een kritische zin naar de innerlijke criticus, maar wat is jouw filter erachter? Wat is jouw redenatie daarachter? Waarom doe ik dit in jouw innerlijke criticus ogen verkeerd? En soms kwam er geen antwoord. En dan wist ik ook dat het helemaal de weg kwijt was op dit punt. Dan kon ik er liefde aan geven.
Maar soms kwam het met een hele outdated, ouderwetse beredenatie. En een afvroeg van, hé, waar zou dat vandaan komen? Wie zou mij dat aangeleerd hebben? En soms waren dat zelfs zelfhulpboeken. Dan kon ik het zo plaatsen. En dan kon ik ook relativeren van, hé, wil ik hier wat mee? Klopt dit voor mij nu? En zo ben ik de filter van mijn innerlijke criticus gaan veranderen. En nu is mijn grootste helper die me juist helpt trouw te blijven aan wie ik wil zijn en mijn normen en waarden in dit leven. Het is geen makkelijke weg. Maar het aankijken van je innerlijke criticus en het beseffen dat hij het goed met je voor heeft, kan heel veel shiften voor je. Daar wil ik graag een korte meditatieoefening mee doen. Waartoe ik je uit wil nodigen, is dat je even gaat zitten. Eerst even je kaak ontspant. Daar slaan we zoveel spanning op. Dus laat die kaak maar hangen. En je schouders vervolgens, laat ze maar hangen. Span je schouders maar. En dan mag je een hand op je hart leggen. Even doorademen nog. Stel jezelf de vraag wat je voor jezelf wilt. Wat wil jij voor jezelf? Wat wens jij voor jezelf? Jouw kritische stem, die wil hoogstwaarschijnlijk hetzelfde voor jou. Ze heeft alleen een heel ander idee over hoe het jou daar naartoe wil brengen. Wat de weg daar naartoe is voor jou. Maar het staat open voor samenwerking. Jouw kritische stem die wil met jou samenwerken, die wil jou helpen en die staat open voor jouw feedback. Dus stel je voor dat je naar die innerlijke kritische stem kunt richten, dat die je zou kunnen horen, je gedachten nu zou kunnen meekrijgen en vraag in gedachten of het één ding minder wil doen of niet meer wil doen. Lieve innerlijke criticus, wil je alsjeblieft niet meer tegen mij zeggen dat ik dom ben? Of heel iets anders. Lieve innerlijke criticus, wil je? Maak die zin maar voor jezelf af. En ergens voel je die reactie die ja, want dat wil het. En misschien voel je ook wel de twijfel vanuit die kritische kant. Misschien heeft hij ook wel zoiets van, oeh, moet ik hele filter veranderen. Dat wordt even wisselen en oefenen en proberen. Maar zowel een twijfel als een ja is goed. Dankjewel, innerlijke criticus, dankjewel. Dankjewel dat je dit doet. Zo ja.
Mag je handen even op je bovenbenen neerleggen. Nog heel eventjes met jezelf zo zijn. Heel even laten doorwerken. En dan mag je terugkomen naar het hier en nu. Even uitrekken. En nog één keer voor jezelf herhalen. Wat je voor jezelf wil. Wat je voor jezelf wenst. Dat is een mooie afsluiting. En dan wens ik je een prachtige dag toe.